Op het Weesperplein in Amsterdam wordt een monument onthuld dat de Joodse dankbaarheid vertolkt voor de hulp welke in de bezettingsjaren aan de vervolgde Joodse Nederlanders werd verleend. Namens het comité dat het gedenkteken aan de gemeente aanbiedt, spreekt Dr. De Hartog woorden van hulde en dankbaarheid jegens hen die hebben gedaan wat zij als een eenvoudige plicht van naastenliefde beschouwden en aan wie de overgebleven Joden hun behoud te danken hebben. Amsterdam 1950. Het eerste monument over de Joodse oorlogservaring. Een monument van Joodse erkentelijkheid. Toen ik jong was, toen leerde ik wel dat mijn opa een heel groot monument had gemaakt in Amsterdam. Dan merkte ik altijd wel een beetje dat men het eigenlijk niet meer, ook in mijn familie, niet meer zo eens was met de boodschap van dat monument. 75% van de Joodse bevolking uitgemoord. En dan wat overblijft moet dan dank betuigen voor de hulp die ze hebben gehad. Dat is natuurlijk schrijnend. 40, 50 jaar later, met al die kennis, zou je daar niet meer op komen. Zou dat, natuurlijk, dat zou je een godspeel kunnen noemen om een monument van erkentelijkheid op te richten. Beschermd door uw liefde, gesterkt door uw weerstand, rouwend met u. Als ik deze zinnen lees, dan valt mij op dat het eigenlijk heel erg in tegenspraak is met hoe de relatie tussen Joden en niet-Joden was direct na de oorlog. Ik denk dat er juist door de oorlogservaring een enorme kloof is ontstaan. Deze tekst drukt eigenlijk het tegenovergestelde uit. Ik denk dat de achterliggende reden om zo'n monument te willen, dat ik daar eigenlijk nauwelijks een antwoord op kan geven. Het is nu verbazingwekkend dat zoiets toen gevraagd werd, maar blijkbaar vond men dat op dat moment niet, want er was dus wel degelijk een groep mensen die dachten, maar nou ja, dan gaan we dat maar doen. Toen het onthuld werd, waren er genoeg mensen in de Joodse gemeenschap die vonden dat dit niet gepast was. Nederland staat in het teken van de wederopbouw. Burgers verwerken ieder hun eigen oorlogservaring. Voor het lot van de Joden is weinig aandacht. Sterker nog, er gaat een golf van antisemitisme door de gebroken samenleving. 5 jaar bezetting laat diepe sporen achter. Ze kwamen gedecimeerd en berooid uit de kampen terug. En ze werden opgevangen in voormalige kampen weer, zoals Westerbork. Niemand had hem meer verwacht. Ze kregen ook opmerkingen van, God, ik dacht dat je vergast was. God was maar in het kamp gebleven. En ze werden koud ontvangen. De Joden kwamen terug en gingen op zoek naar het meubilair wat ze hadden ondergebracht bij vrienden en kennissen en kregen te horen van, God, ja, we dachten jullie komen nooit meer terug, dus we hebben het allemaal verkocht. Dat was heel gewoon, ja. En die mensen zeiden dan van, ja, we hebben het ook heel moeilijk gehad in de hongerwinter, maar het was allemaal heel erg rauw. Het monument voor erkentelijkheid is er omdat er een comité is dat daartoe het initiatief heeft genomen. Dat is geen initiatief van de kunstenaar geweest. De kunstenaar, dus mijn grootvader, die was maar een opdrachtnemer. Het comité bestaat uit enkele prominente Joden. Na de oorlog willen ze hun leven zo snel mogelijk oppakken. De Jodenhaat werkt daarin niet mee. Kan dankbaarheid de kloof tussen Joden en niet-Joden weer dichten? Tweede voorzitter van het comité is Bob Nijkerk. Dit is MBB Nijkerk, die ik dus in 86 heb geïnterviewd, hier in 1942. Een indrukwekkende man, een stuize figuur. Ik had hem op foto's gezien in de oorlogsjaren en knappe man, en dat was hij toen nog altijd. Hij is kort daarna overleden, dus ik heb hem echt niet lang voor zijn dood geïnterviewd. Nijkerk vertelde mij dat op Royal Command, zoals hij dat noemde, van koningin Wilhelmina, die haar adjudant enkele vooraanstaande Joden had laten verzamelen om hem mee te delen dat ze het gek vond dat de Joden zo weinig dank betuigd hadden aan hun Nederlandse onderduikadressen. Dus het was een wens van de koningin, een verzoek aan de Joodse gemeenschap om met zo'n monument van dankbaarheid te komen. Anno nu is dat krankzinnig. Wilhelmina, zij was begaan met de oorlogsherinnering, met monumenten. Ik kan me voorstellen dat zij ook de nationale eenheid wilde bewaken. En toen is er natuurlijk zo'n scheiding gemaakt tussen Jood en niet-Jood. En ik denk dat zij die kloof weer wilde overbruggen. En dat monument misschien daar een middel toe was.
de veronderstelling die hier achter ligt, dat als de Joden hun dankbaarheid uitspreken naar de Nederlandse volk of naar hun redders, dat dat het antisemitisme tegen zal houden, is heel erg in tegenspraak met de les die heel veel Joden, misschien wel niet-Joden, uit de oorlog hebben getrokken. Namelijk dat het geen zin heeft om heel erg dankbaar te zijn en dat het antisemitisme er toch wel is.